Van 22 tot en met 25 mei waren er 700 acrobaten in Sittard tijdens het 29e Nederlands Acrobatiek Festival. Dit jaar vond het festival plaats in Sport & Health Club Caperion, de grootste tennishal van Nederland. Het festival wordt jaarlijks georganiseerd door een team acrobaten uit heel Nederland. Ik ben Helene Stafleu en ik organiseer het 29e Nederlandse Acrobatiek Festival. Het Nederlands Acrobatiek Festival is het grootste acrobatiek festival ter wereld. En het is een plek waar mensen die van acrobatiek houden nieuwe dingen kunnen leren en elkaar kunnen ontmoeten en een hoop plezier kunnen hebben. We hebben 140 workshops verdeeld over 3 dagen voor alle niveaus. Zowel voor absolute beginners als voor heel vergevorderden die hele spectaculaire dingen kunnen doen. We hebben een show, een gezellige camping en goed eten. Het festival duurt 4 dagen en de fanatieke acrobaten slapen in tentjes naast Caperion. Dit acrobatiek festival is dus wereldwijd bekend en er komen ook uit de hele wereld mensen hier naartoe. Mensen komen uit Slovakia, uit United Kingdom, Verenigde Staten, natuurlijk heel veel uit Duitsland, vooral nu we zo mooi langs de grens staan, maar ook België. En in totaal komen er rond de 36, 46, ik weet het niet meer precies nu op dit moment, nationaliteiten naar ons festival toe. Het festival zelf is echt gericht op de amateur acrobaten en op de semi-professionals, maar natuurlijk lopen er ook professionals rond voor onze fantastische voorstellingen die op zondag en op zaterdag hebben we open podium. En zoals je kunt zien is er een hele grote camping en iedereen slaapt op de camping tijdens het Pinksterweekend. En wij eten hier ook met z'n allen en we maken er elk jaar een fantastisch festival voor van. En volgend jaar is het onze 30ste keer en daar gaan we natuurlijk ook groot uitpakken. Nou, dit jaar wordt de 29ste keer ook een heel mooi jaar. We hebben nog 2 dagen. En we genieten er nu al heel erg van.